Hallo, goedemorgen, een hele goede zondagmorgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Daar ben ik weer, zondagmorgenpraat. Gisteren iets interessants meegemaakt, veteranendag. Heel eerlijk gezegd, officieel ben ik geen veteraan, want ik heb geen oorlogsmissie gedraaid. Echter, vind ik het wel een belangrijk issue. Want ja, natuurlijk, het zijn mensen die iets doen, eigenlijk niet eens meestal niet eens voor hun eigen land, maar wel voor de veiligheid van anderen. En dat moet gerespecteerd worden, en dat moet op die manier geëerd worden. Nou, normaal gesproken is het inderdaad dat het meelopen, defilé meelopen, wordt er natuurlijk uit bedacht dat het eigenlijk meestal de veteranen moeten zijn. Alleen ze komen steeds meer tot de ontdekking dat het eren van de veteranen ook op die manier kan. Je medeleven, je mede, hoe moet ik dat zeggen? Je in kunnen leven in wat die mensen gedaan hebben voor je. Voor dat land, voor die mensen zich in hebben gezet voor van alles nog wat. En natuurlijk, er zijn de meningen over verdeeld over wanneer heb je nou een vredesmissie gedraaid. Als jij een vredesmissie hebt gedraaid en je bent zeg maar in het buitenland geweest, je hebt alleen maar in de keuken gestaan, niet eens in aan het front geweest of wat dan ook, of meegeholpen hebt met dingen. Ja, ook dan ben je weg geweest. En even sommige geld aan de vraag gehouden. Wat is dan de zwaarte van zoiets? Nou ja, en daar kun je natuurlijk allerlei discussies over loslaten. Daar ga ik niet eens aan wagen. Ja, de ene zegt van oké, je bent gewoon in het buitenland geweest, je hebt je eigen ingezet voor dingen, je hebt je eigen voor een ander land ingezet. Hoe het dan ook mag zijn, dat behoort gewoon tot veteraan. En welke functie of welk ding dat je ook hebt gedaan, maakt eigenlijk niks uit. Echter, onder de veteranen wordt daar soms wel eens wat over gediscussieerd. Van je hebt alleen maar op het kamp gezeten, je bent niet eens in gevaar geweest, en toch heb je zo'n veteranenspeld of iets dergelijks op je pak zitten, bij wijze van spreken, of iets dergelijks. Het gaat puur over de erkenning. Erkenning dat je iets gedaan hebt, dat je op vredesmissie bent geweest of een missie bent geweest. Dat je eigen in hebt gezet, daar gaat het eigenlijk om. Goed. Volgende. Natuurlijk ben ik bezig hardlopen nu, net. Het ging, maar het was natuurlijk niet het beste. Maar dat is natuurlijk logisch. Gisteren veteranendag gehad, je hebt daar de hele dag. Dus morgens om 9:30 of zo waren we al daar. En gisteravond om 9:30 was pas thuis. Nou goed, dan ben je daar de hele dag op Malieveld bezig. Met oefeningen, kleding. Dan ga je op een gegeven moment defilé lopen. Nou, voordat je uiteindelijk defilé loopt, ben je weer een half uur, drie kwartier bij je verder. Nou, dan gaan we defilé lopen. Nou, ik begreep te horen dat Alexander en Rutte allemaal te laat waren bij Bordes. En dus moesten we ook weer wachten. En dan loop je en dan stop je weer een beetje. Dan moet je dus stilstaand blijven trappelen. Daar ging wel even in de benen zitten. En dan merk je dan toch ook wel zo'n dag. Natuurlijk na afloop toch een paar biertjes genomen. Ontken het niet. Leuke dingen gezien. Weer als van ouds. Kijk, daar gaat altijd een gezegde van eens marinier, altijd marinier. Nou ja, dat wordt op zo'n dag wel duidelijk. Dag van herkenning, van ja, dingen die je hebt gedeeld, die je meemaakt, die je ziet, van alles. Is eigenlijk niet te beschrijven. Als je dat niet hebt meegemaakt of als je niet iets hebt gedaan in de trend van zoiets, ja, dan kun je bijna niet inleven, denk ik. Maar goed, nog al met al zeg ik nog een leuke dag gehad. Lopen was even iets minder. Maar goed, uiteindelijk toch gedaan. Ik had mijn pasje meegenomen. Ik wilde nog even naar de fitness gaan, maar
Foei. Nee, dit was eventjes even goed zo. Morgen maar weer. Morgen weer. Straks weer naar Lelystad. Even naar een verjaardagsfeestje. Dus ja, ik heb een druk zat vandaag. En dan vanaf volgende week. Vanaf volgende week gaan we weer beginnen met voetballen. Dus niet komende week, maar volgende week. 5 juli gaan we beginnen. Gaan we starten. Poh. Dat wordt wat. Maar goed. Voor deze zou ik in ieder geval zeggen van... ja, als je het leuk hebt gevonden, even abonneer op het kanaal en vergeet dat blauwe duimpje niet. Dat is ook belangrijk. Dus dan zeg ik tot de volgende keer. En ja, kijken we hoe dat volgende week gegaan is. Ik zeg in ieder geval de mazzel en ciao.